Elk jaar in de aanloop naar 25 april krijgt een grote meerderheid van de Italiaanse basisschoolleerlingen een gedicht voorgelezen dat ze uit het hoofd moeten en zullen leren. Het is het gedicht La madre del Partigiano van Gianni Rodari. Is het zo'n bijzonder gedicht? Wat is het belang hiervan en waar gaat het over? Om het gedicht beter in context te kunnen plaatsen, is het essentieel om wat meer te weten te komen over de schrijver ervan. Giovanni Francesco Rodari. Beter bekend als Gianni Rodari. Hij was een schrijver, pedagoog, journalist en een dichter van Italiaanse afkomst. Hij werd geboren in 1920 en groeide op tijdens de woelige periode van het fascisme. Zijn vader stierf toen hij amper tien jaar oud was en samen met zijn twee broers werd hij opgevoed door zijn moeder. Met de reden dat Rodari niet precies gezond was, hoefde hij tijdens de Tweede Wereldoorlog niet in dienst. Omdat hij behoorlijk in geldnood zat. Nam hij een baan aan in La Casa del Fascio, het fascistenhuis, het administratiekantoor van Mussolini. Op deze manier werd hij tevens gedwongen om lid te worden van de fascistische partij. Maar doordat hij emotioneel volledig kapot was door het verlies van zijn twee beste vrienden en ook zijn broer, die gemarteld werd in een Duits concentratiekamp, sloot Rodari zich aan bij de Italiaanse Communistische Partij en ging in 1944 in het verzet. Het bekendst werd hij echter door het schrijven van kinderboeken. Hij werkte intensief aan projecten voor en met kinderen. In 1970 ontving Rodari de Hans Christian Andersen Prijs voor Kinderliteratuur, die voor schrijvers de belangrijkste internationale prijs is op het gebied van kinderboeken. Zo werd hij beroemd om de hele wereld als beste moderne Italiaanse kinderschrijver. Nu we meer weten over de schrijver, zal ik het gedicht voordragen. Als je goed luistert, hoe je hoe elke strofe wordt gekenmerkt door een kleur en eindigt met het woord vrijheid. De vele komma's en de witregels zorgen ervoor dat het gedicht rust uitstraalt, maar ook in zeker evenwicht en ernst. La madre del partigiano, sulla neve bianca bianca, c'è una macchia color vermiglio. È e il sangue, il sangue di mio figlio, morto per la libertà. Quando il sole la neve scioglie, un fiore rosso vedi spuntare. O tu che passi, non lo strappare, è il fiore della libertà. Quando scesero i partigiani, a liberare le nostre case, sui monti azzurri mio figlio rimase, a far la guardia alla libertà. La muta Op de witte, witte sneeuw bevindt zich een vermiljoen rode vlek. Het is het bloed, het bloed van mijn zoon, die stier voor de vrijheid. Als de zon de sneeuw doet smelten, zie je een rode bloem verschijnen. O jij die voorbij komt, verscheur hem niet, het is de bloem van de vrijheid. Toen de partizanen afdaalden om onze huizen te bevrijden, bleef mijn zoon op de azuurblauwe bergen om de vrijheid te te bewaken. Hoewel Rodardi vooral gekend is als auteur van kinderrijmpjes en sprookjes, met een vlot ritme en heldere stijl, zit er vaak ook een politieke of morele boodschap verscholen in zijn teksten. Het gedicht La Madre del Partigiano, de moeder van de verzetsstrijder, heeft echter een erg duidelijke politieke boodschap. Het is geschreven in 1953, tijdens de periode van wederopbouw en economische groei. Gianni Rodari slaagt erin een dramatische realiteit van de Tweede Wereldoorlog te beschrijven en deze poëtisch te maken. In deze tekst geeft hij stem aan een moeder die de meest gruwelijke pijn heeft geleden. Het verlies van een kind. Het is haar stem die we horen vertellen. Met zeldzame verhalen en intelligentie transformeert de auteur de tranen van zij die achterblijven met een groot gemis in een aansporing voor vrijheid, per la libertà, della libertà alla libertà. Tegelijkertijd gaat dit gedicht om de dood, maar ook over het leven. In de eerste strofe gebruikt Rodari contrast als beschrijvend middel om de situatie te schetsen. De ver miljoenen kleur van het bloed verschijnt in relief op de witheid en zuiverheid van de sneeuw. Het contrast lijkt de onrechtvaardigheid van de dood en de onschuld van het slachtoffer dat dat ongelukkige lot onderging te benadrukken. Het rood is niet zomaar Rosso, maar Vermilio, felrood, en rijmt ook op Filio. Deze woordkeuze versterkt de band die er is tussen de dood en de zoon. De woorden van de rouwende moeder lijken overbodig, als een lied, een soort klaagzang, die echter naarmate het vordert geleidelijk het ritme van een patriotische mars aanneemt. Het woord liberta, vrijheid, komt voor in elke van de drie strofen, alsof het het fundamentele van de tekst wil onderstrepen. In de tweede strofe gebeurt er een actie. Het bloed verandert in een rode bloem, de klaproos, het symbool van het verzet en de bevrijding van het fascisme in Italië op 25 april, il 25 De bloem staat symbool voor diegenen die zijn gedood in naam van de vrijheid. De bloem die verschijnt als de sneeuw smelt, blijkt ook een metafoor voor wedergeboorte te zijn. Op dit punt lijkt de oproep van de moeder rechtstreeks gericht te zijn tot de lezers. De nieuwe generaties tot de pasgeborenen met de apostrofe O tu passi". Ze drukt hen op het hart om het offer van haar zoon niet te vergeten en in zijn naam de strijd voor vrijheid voort te zetten die hij ten koste van zijn leven heeft gestreden. Dit verzoek om de bloem niet te plukken is opnieuw erg symbolisch en lijkt ons allemaal aan te spreken. Het is niet vreemd dat dit gedicht voorgedragen wordt ter gelegenheid. Van le Celebrazioni della Festa della Librazione del 25 aprile, als ware een oproep aan het geheugen. Ten slotte wordt in de derde strofe het historische avontuur van La Librazione verteld. Het gedicht neemt de lezer mee terug in de tijd, naar die ongelooflijke lente van 1945, die het einde markeerde van het nazifascisme in het land. Ze wordt de jonge partizaan, slachtoffer van de Duitse artillerie, Verkoos tot bewaker van de vrijheid. Ook al is hij dood, zijn lichaam rust nu onder de sneeuw van de bergen, maar zijn geest blijft op die plek gevangen om als uitkijkpost te dienen en toch de wacht te houden. Wellicht is het voor een moeder die haar zoon verloren heeft en niet heeft kunnen begraven, toch een troost om te weten dat het lichaam niet voor niets gestorven is en rust gevonden heeft op de azuurblauwe bergtoppen. Opmerkelijk is het gebruik dat de auteur in deze passage maakt van de verschillende chromatische tinten. De witte sneeuw, het rode bloed maken plaats voor de blauwe bergen. Net in dat blauw van de laatste verzen lijkt Rodari een voorteken van hoop te willen plaatsen. Er is geen duisternis, zelfs niet in de dood. Het is alsof de partizaan zijn taak heeft vervuld door naar de hemel te stijgen, net als de bergtoppen die in het blauw verdwijnen. Gianni Rodari associeert het woord vrijheid met een verplichting tot herinnering, die elke 25 april tot leven moet komen, zodat het offer van duizenden partizanen die vochten in, in naam van een ideaal niet wordt vergeten. Vrijheid wordt daarom niet gezien als een abstract woord, maar als een morele verplichting. Zolang de vrijheid blijft leven, zullen de partizanen nooit dood zijn en kan zelfs met de hartverscheurende pijn van hun moeder troost worden gevonden. De betekenis van Il 25 aprile wordt vooral geleerd dankzij verhalen, getuigenissen en onvermijdelijk poëzie. Iets waar Gianni Rodari zijn steentje aan heeft bijgedragen. Ik heb jullie vandaag iets willen vertellen over het gedicht La Madre de Partigiano van Gianni Rodari. Het gedicht is onder andere bijzonder omdat het zonder complexe stijlfiguren en met een eenvoudige stijl van versregels een zwaar emotioneel beladen verhaal brengt in een vorm waar jong en oud. Over nadenken kan. Het gedicht is opgenomen in Rodari's boek uit 1973, Grammatica della Fantasia, en wordt ook nog steeds gezongen door verschillende muzikanten. Ik sluit hierbij ook graag af met een streepje muziek.